We gaan even naar Kevin. Er is een discussie met Noël. Kevin heeft vorige week heeft hij corona gehad. Hij is nog een beetje zijn smaak kwijt. Hij is 16 kilo afgevallen. Nou, 16 kilo afgevallen. Dan zeg ik op de geboorte geweest. Hij zit bijna op de geboorte geweest. Hij polijst deze 2011 Raptor met nog een echte 6,2 liter V8 motor met 411 pk. Heeft 167.000 kilometer. Niet gereden door een oud vrouwtje, maar door een jong vrouwtje. En die heeft die mooie Raptor ingeruild voor een hele stoere T-Rex. Voordat we verder gaan naar de nieuwe voorraad, laat ik even nog wat interessante occasions zien. Kom mee. Dit is het kleinere broertje van de TRX. Het is een 2016 Rebel met 200 liter gas, 108.000 kilometer. Hier nieuw gekocht. Die gaan we ook helemaal weer netjes in orde maken met onderhoud, nieuwe banden, etc. Daar ben je dan voorlopig van dat onderhoud af. Dit is mijn TRX met 10.000 heerlijke kilometers. Altijd nog eens demo te koop, liefst met stickers. Dan gaan we verder naar deze Larmy met ramboxen, met luchtvering. 2015, 200.000 kilometer ervaring. Heeft een nieuwe voorbumper, want er zaten wat schoonheidsfoutjes aan. En heeft ook een nieuwe achterbumper. En is ook helemaal tip-top in orde. Deze is verkocht. Deze ben je helaas ook te laat, is ook verkocht. Hier hebben we nog een hele mooie 2014 Sport met niet al te veel kilometers. 127.000 kilometers, 34,9 kost die. Ook met gas, Belgische auto. Deze is verkocht en deze is voor onderhoud. Dus klaar zijn we. Frank. Ja, kijk eens. Oh ja? Vroeger een beetje gezwommen. Nu nog. Ja. Er wordt flink geplekst en gezaagd en geslepen. Dat is echt plug and play om er een andere knalpijp onder te zetten onder het golfje van Davero. Mooie inruiler. En Dennis, wat ben jij aan het doen? Werklampen monteren. Werklampen. Yes. Kun je ze beter monteren dan ermee werken. Huh? Absoluut. Doordat in België andere trekhaken gemonteerd worden om 3,5 ton op een ram te krijgen, past soms die bedstep niet meer, of die past niet meer. Dat is een heel ander systeem. En dan heeft Noël er toch iets op gevonden om hem met een beetje flex en slijp en knipwerk die bedstep er weer op te krijgen. En is die klant ook wel blij. Dit is een ongepoetste bedstep. Hartstikke handig. Zo. En hier zien we onze voorraadje nieuwe auto's. Het zijn er niet zoveel. Dit is de Tremor. De Ford F-150 Tremor. Daar heb ik al een filmpje van gemaakt. Deze is ook al verkocht. Dan hebben we hier nog een verkochte blauwe T-Rex. Een verkochte rode T-Rex. Deze is nog vrij. Net zoals deze is ook vrij. En hier een Tremor. Weer, die is nog te koop. Dat is dezelfde als die verkocht is. Dan hebben we hier een hele mooie, knalrode, 450 pk sterke Raptor. Kijk eens hoe mooi dat front is hier, die grill, erg dik en stoer. Helaas ben je te laat, want deze is verkocht. Maar ik heb goed nieuws voor jou, want er komt nog een nieuwe. Dan hebben we nog een Laramie, Night Edition, Ram, helemaal vol. Is nog vrij. Hier hebben we er nog een, één is verkocht, één is vrij. Dus kom snel als je een ram wil. En hier hebben we nog twee Fordjes Tremor. In die grijs-bruine kleur. Vind ik hem ook heel mooi. En nog, ja, er staan er nog een paar. Ze zijn allemaal hetzelfde. Er komt nog een Platinum ook nog. Hier elektrische 500 pk sterke Audi e-tron S. Van onze SUV's. Die zijn eigenlijk wat sneller gegaan dan dat we dachten. Hier is ook al iemand mee bezig. Die is zo goed is verkocht. Deze Porsche Cayenne is nog vrij, 20.000 kilometer, hybride, BTW-auto. Deze prachtige Porsche Cayenne is verkocht, ook te laat. Dan hebben we nog maar één SUV
Dus dan moeten we snel zorgen dat we een nieuwe voorraad krijgen. En hier is nog een mooie blauwe TRX en die is voor jou. Vond je deze snelle rondgang door onze voorraad leuk? Word dan ook abonnee van ons YouTube kanaal. Zodra we een filmpje hebben gemaakt, kun je dat dan zie dat gelijk verschijnen. En wil je een melding krijgen, druk dan ook even op het belletje. Heb je interesse in één van die occasions of een nieuwe? Neem contact met ons op, maak een afspraak en kom naar de showroom. Tot gauw!